polyurethaan in de wagen? Ja, je ziet het bijvoorbeeld terug in je deurpaneel, instrumentenpaneel en in het dashboardkastje. Maar is dit wel duurzaam? En hoe wordt dit geproduceerd? Vandaag gaan we hierover in gesprek met de marktleider van hoogwaardige polyurethaanoppervlakken binnen de automotive, Ascorium Industries. Polyurethaan is een zeer veelzijdig product. Het komt voor in verschillende vormen met verschillende eigenschappen. Men heeft een zeer groot arsenaal aan grondstoffen die men kan gebruiken om de polyurethaansystemen samen te bouwen, waardoor dat je ook heel veel verschillende eigenschappen en verschillende technologieën kunt gaan gebruiken. Wij zijn een typische tier 2 leverancier. Dat betekent dat wij een onderdeel of een component van een systeem aanleveren. En deze component leveren we dan aan de tier 1 of systeemleveranciers. Wij leveren componenten voor het interieur, voor de binnenbekleding van wagens. Deze componenten, deze oppervlakken, worden gemaakt in een bepaalde kleur en met een bepaalde textuur, die vooraf geselecteerd werd door de autoconstructeur zelf. Typisch gebruiken wij in onze producties hoofdzakelijk 2 technologieën. Voor de grote, complexere stukken gebruiken wij onze gepatenteerde spraytechnologie. Voor de kleinere stukken gaan we terug naar een rimproces. Daarnaast bieden we ook een substraat, een lichtgewicht composietmateriaal aan, ook op basis van polyurethaan. En dankzij de specifieke eigenschappen van dit lichtgewichtmateriaal zijn we in staat om bepaalde stukken uit metaal, staal of aluminium te vervangen. In België zijn er 2 hoofdactiviteiten. Naast de productie van onze compounds die verdeeld worden wereldwijd, hebben we ook een heel ervaren R&D-team ter beschikking, waar nieuwe chemie ontwikkeld wordt en waar eerste prototypes gemaakt worden voor nieuwe producten of nieuwe productconcepten. De laatste jaren is uiteraard de richting duurzaamheid zeer sterk. Eerst en vooral is er de mogelijkheid om met biogrondstoffen te werken. Een tweede mogelijkheid is het gebruik van gerecycleerde grondstoffen. Die ontstaan uit een chemische recyclage van gebruikt polyurethaan. Iedereen werkt aan duurzamere oplossingen. Ascorium gebruikt dan ook sinds een aantal jaar de zogenaamde levenscyclusanalyse. Dus wij weten perfect de impact op het milieu van onze producten, niet alleen van de huidige, maar ook van onze nieuwe producten, kunnen wij eigenlijk de koolstofvoetafdruk gaan voorspellen en berekenen. Wij ontwikkelen onze eigen grondstofsystemen. Aangezien chemische kennis en ervaring cruciaal zijn, gebeuren deze ontwikkelingsactiviteiten in onze R&D-afdeling in België. Hier hebben we ook de mogelijkheid om eerste prototypes van nieuwe producten en nieuwe productconcepten te maken. De grondstofsystemen worden in eigen beheer aangemaakt in onze productiesite in Wetteren. De basisgrondstoffen die worden separaat aangekocht en die worden in grote tanks met elkaar gemengd in de juiste verhoudingen, afhankelijk van klant tot klant. Vanuit Wetteren, onze productiesite, worden deze grondstoffen, deze compounds, verder verdeeld naar alle plants wereldwijd. In onze productieplants worden de grondstoffen gestockeerd in grote tanks en via een ringleidingssysteem verder verdeeld naar de productielijnen. Bij de aanmaak van een oppervlak worden 2 compounds met elkaar vermengd in wat men noemt een mengkop en in een dunne laag gespoten van ongeveer 1 mm in een open vorm. Dit proces is vergelijkbaar met het verspuiten van verf met een pistool. Er is 1 groot verschil. Wij gebruiken hiervoor geen drager zoals een solvent of water, maar wij werken met een puur 100% solide systeem. Wel, het is natuurlijk wel zo dat die biogrondstoffen of gerecycleerde grondstoffen niet identiek zijn qua chemische structuur aan de basisgrondstoffen die we vandaag gebruiken in onze polyurethaansystemen. Dat betekent dat zeker voor de applicaties waar ons product in komt, dat men beperkt is in de inzetbaarheid. Er is echter, zeker in de recyclage, is er heel veel zich aan het verder aan het ontwikkelen, zodat in de toekomst het mogelijk zal zijn om eigenlijk uit een oud polyurethaan of een gebruikt polyurethaan eigenlijk de basisgrondstoffen terug te winnen die onmiddellijk kunnen ingezet worden in een nieuw product. En dat zou dan eigenlijk een voorbeeld kunnen worden van een perfecte circulaire economie. We proberen daar een alternatief te bieden voor de trend die nu toch al een paar jaar aan de gang is, waar je meer en meer wagens ziet verschijnen met screens, met schermen in het interieur, in plaats van vroeger het klassieke dashboard.
Natuurlijk, zulke schermen, daar kun je heel veel op visualiseren. Maar de vraag is of dat het allemaal wel nodig is, al die visualisatie. En wordt je auto op een bepaald moment niet meer dan een mobiele telefoon op wielen? En vandaar dat we eigenlijk begonnen zijn om het oppervlak te gaan gebruiken als een scherm. Ja? Dat betekent dat je dan functies kunt gaan visualiseren op het oppervlak die je op dat moment nodig hebt. Je gaat die activeren, je gaat een functie instellen. Maar als eens dat die functie ingesteld is, dan heb je die niet meer nodig. En dan verdwijnt die gewoon en heb je terug weer het normale oppervlak zoals je dat vroeger had in de wagen, los van de schermen die je vandaag hebt. Wij bieden een concept aan dat werkt, hè, met integratie van zogenaamde printed electronics, al dan niet in combinatie met druksensors, al dan niet in combinatie met licht, kun je heel veel functies gaan simuleren of wegsteken onder het oppervlak. Ze zijn er wel, maar je gaat ze enkel gebruiken als je ze nodig hebt. We zijn nu volop bezig om onze zogenaamde direct backmolding technologie te introduceren. Marketingoefeningen lopen volop en we zijn in voorbereiding om het in serieproductie te brengen. Het is een nieuwe manier om een soft-touch dashboard of deurpaneel te gaan produceren in minder stappen dan het vroeger het geval was. De tweede ontwikkelingspoot is de ontwikkeling van een nieuw leder of kunstleder, maar dan op basis van polyurethaan. Waar we ook verschillende features kunnen inbrengen wat andere materialen niet kunnen. En een derde ontwikkelingspoot is de verdere ontwikkeling van ons composietmateriaal, ook op basis van polyurethaan, waar we aan het kijken zijn om het aantal applicaties, zowel in transport, maar eventueel ook in andere sectoren, te gaan vergroten. Colomotion is eigenlijk het oppervlak die gebruikt wordt in de direct backmolding technologie. Zoals gezegd is dat een proces dat eigenlijk quasi in één stap verloopt. Je produceert de volledige component met slechts één set vormen, waardoor je dan effectief materiaal spaart, zowel aan de chemiezijde, aan de metaalzijde, als ook op het einde van de rit veel kosten spaart. We focussen vandaag vooral op het composietmateriaal, waar we gaan proberen om dat te gaan gebruiken ook in andere transportsectoren. Daarnaast is dat composietmateriaal ook heel interessant om bijvoorbeeld in nieuwe modi van transport te gaan gebruiken in de toekomst.